Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. En we beginnen met de maxima van vandaag. Want we zien dat we weer behoorlijke verschillen hadden. Graad tot 5, pal aan zee in het noordwesten was het zo'n 14 naar 15 graden. En in Brabant en in zeeuws werd het plaatsje zo'n 19, afgerond ook 20 graden. Die 20 graden zien we de komende dagen niet meer terug... Ik verwacht zondag misschien wel weer temperaturen van 20 graden en meer. En dat dan ook voor een groot deel van het land. Dus dat is echt iets om naar uit te kijken. En tot die tijd, ja, moeten we het maar even volhouden. Vanavond brede opklaringen. De zon schijnt dus nog enige tijd tot een uur of negen. En dan is het zo'n 13 tot 16 graden. De wind begint naar het zuidwesten te draaien. En aan het einde van de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er komt dan een storing aan. De meeste regen trekt over de Noordzee, maar een enkel buitje kan ook al naar het noordwesten vallen, vooral in de nanacht. De temperaturen zijn niet al te laag komende nacht, rond de 10 graden, en naar zee neemt de wind toe naar windkracht 6. Morgen overdag trekt er dan een buiengebied van noordwest naar zuidoost over het land. Die buien bereiken Limburg pas in de loop van de middag, en daar kan het voor de buien uit nog 18 graden worden. In de rest van het land lukt het niet, daar ligt de temperatuur s'middags tussen de 14 en de 16 graden. De wind draait van zuidwest naar west, neemt smiddags iets af. En smiddags neemt na de passage van het buiengebied de kans op zonneschijn weer toe. Uiteraard, dan het eerst in het noordwesten. Die buien die stellen overigens niet al te veel voor, verwacht geen zware hoosbuien. Ik denk dat de plaats zo 1 tot 3 mm valt. En er zijn ook locaties waar het zo goed als droog blijft. Kijken we dan naar de vrijdag, dan is het in het binnenland een lange tijd droog. Maar in het westen en noorden kan al wel in de ochtend en middag een enkele bui vallen. Aan het einde van de middag en in de avonduren trekt er een buigebied van west naar oost over het hele land. Dus dan hebben we s'avonds overal de paraplu nodig. Vrijdag 14 tot 17 graden, nog steeds onder de normale waarde van gemiddeld 19 graden op dit moment. Zaterdag is het best aardig weer, flinke zonnige periode, maar her en der kan er nog wel een bui vallen. Grootste buikans in de ochtend en dan ook nog eens in het noorden en oosten van het land. In de middag verwacht ik dus meer zonneschijn. En Zondag wordt dan de beste dag van het weekend. Tot de avond is het op de meeste plaatsen droog en zijn er flinke perioden met zon. Temperaturen 20, misschien 21 graden in het binnenland. En aan het einde van de middag of in de avond komen er vanuit het westen weer nieuwe buien opzetten. Blijft dus toch nog enigszins wisselvallig. En dat houden we ook nog op maandag en dinsdag. De temperaturen die worden wel steeds onzekerder, want warme lucht komt onze kant op. Maar of het ons bereikt, dat is nog steeds de grote vraag. Dat ging iets te snel. Nogmaals deze. We zien dus op de maandag en dinsdag dat de gemiddelde lijn, de rode lijn, naar beneden gaat tot rond 15 graden. Maar er zijn toch behoorlijk wat berekeningen die voor veel warmere omstandigheden gaan. En dat geldt ook voor later in de week. De gemiddelde lijn loopt dan wel op richting de 20 graden, maar de pieken die beginnen ruim boven de 25 graden uit te komen. Dus de kans op een warme dag neemt volgende week toch flink toe. En wat dat betreft wordt het dan al snel beter weer dan wat we in mei hebben gehad. Dat zien we ook nog even in deze kanspercentages. De kans op meer dan 25 graden loopt langzaam op van 4% aanstaande maandag naar 38%. 15 dagen verderop is ver weg, maar de trend is duidelijk. En de kans op meer dan 30 graden, een tropische dag, ook daar begint wat leven in te komen. Er komt dus echt warme lucht vanuit Zuid-Europa naar Centraal-Europa. En de liefhebbers van warmteweer moeten dus maar hopen dat het ons ook gaat bereiken. Morgen zeker niet, 14 tot 18 graden en in de loop van de dag overal enkele buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl